Nou, we kijken naar het danseresje van Edgar Degas, La Danseuse de 14 ans. Het is vandaag een hele bijzondere dag voor haar, want ze krijgt een nieuw lint in haar haar. En dat is ter gelegenheid van de collectie Verrijkt, de nieuwe collectiepresentatie die door Peter Hecht, de gastconservator, is voorbereid. En de oude strik die ze erin heeft, die is niet origineel. En die is in de jaren 90 aangebracht. En die is eigenlijk, springt veel te veel in het oog. Is veel te nieuw en veel te opvallend en past niet bij de sculptuur. En daarom hebben we textielrestaurator gevraagd om de strik te vervangen. En die nieuwe strik die is gebaseerd op de oorspronkelijke versie die bij ons in het depot wordt bewaard. Omdat die helemaal versleten is en eigenlijk niet meer toonbaar. Nou, we zien hier de oorspronkelijke strik. En die is helemaal versleten en vergaan zoals je ziet. En we bewaren hem in het depot om hem goed voor de toekomst te conserveren. En we gebruiken hem dan als referentie. Hij is op een secundaire drager geplakt ter versteviging. En zo kan hij het best bewaard blijven. De strik die La Danseuse op dit moment krijgt, dat is heel lastig om het lint, het goede zijde, te vinden. Die is bij een bedrijf in Londen en de kleur is op basis van een staalkaart gekozen en is gebaseerd op de eerste versie. En de breedte is iets smaller dan de oorspronkelijke strik. En hij heeft een behandeling ondergaan om er wat minder nieuw uit te laten zien. Dus hij is gewassen met de hand en een beetje gekreukt en toen ook weer licht opgestreken. En het idee is dat het meisje nu er meer uitziet zoals Degas haar bedoeld heeft. En ik denk dat ze er heel erg blij mee is, want aan haar trotse blik te zien is ze heel erg blij met haar nieuwe lint.